De Wonderwereld van Computers Welkom bij hoofdstuk 9 van de cursus De Wonderwereld van Computers. In deze video gaan we leren over de basisprincipes van digitale fotobewerking. Met fotobewerkingssoftware kun je je foto's verbeteren, creatieve effecten toevoegen en ze delen met de wereld. De eerste stap bij het bewerken van foto's is het importeren van je foto's naar je computer. Je kunt dit doen door je camera aan te sluiten op je computer of door foto's van je telefoon of andere apparaten te kopiëren. Zodra je je foto's hebt geïmporteerd, is het belangrijk om ze te organiseren. Je kunt mappen maken om je foto's te categoriseren op basis van datum, evenement, locatie of andere criteria. Er zijn veel verschillende bewerkingstechnieken die je kunt gebruiken om je foto's te verbeteren. Enkele van de meest gebruikte technieken zijn: bijsnijden. Met bijsnijden kun je de foto bewerken, je kunt ongewenste delen van je foto verwijderen en op deze manier de foto aanpassen aan je wensen. Met kleurencorrectie kun je de helderheid, het contrast, de verzadiging en kleurtemperatuur van je foto's aanpassen. Je kunt nog veel meer aanpassen, we hebben de meest gebruikte vernoemd. Foto's die onscherp zijn kun je bijwerken. Je kunt onscherpe foto's zo bewerken dat ze scherper worden, heel handig als je een mooie foto hebt die wat scherpte kan gebruiken. Het kan gebeuren dat je een foto neemt en dat er een rode schijn op de ogen zichtbaar is. Ook dit kun je bewerken en deze rode schijn verwijderen. Wanneer je je foto's online wilt delen, is het belangrijk om ze te optimaliseren voor de best mogelijke weergave. Dit betekent dat je de bestandsgrootte moet verkleinen zonder de kwaliteit te veel te verminderen. Je kunt hiervoor speciale optimalisatiesoftware gebruiken of de ingebouwde optimalisatiefuncties van je fotobewerkingsprogramma gebruiken. Met fotobewerkingssoftware kun je fotoalbums en collages maken om je foto's op een creatieve manier te presenteren. Fotoalbums zijn een geweldige manier om een verhaal te vertellen met je foto's. Terwijl collages een leuke manier zijn om meerdere foto's in één afbeelding te combineren. Digitale fotobewerking is een leuke en lonende manier om je foto's naar een hoger niveau te tillen. Met de basisprincipes die je in deze video hebt geleerd, kun je beginnen met het bewerken van je foto's en ze delen met de wereld. In de volgende video gaan we dieper in op het onderwerp Veilig internetgebruik. Jezelf beschermen is geen overbodige optie maar broodnodig.